ben 16, ik heb er zin in. 5 uur 's ochtends, maakt niet uit, ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ga me nu even klaarmaken. Zo, ik heb mezelf even klaargemaakt. En ik moet nu nog even wat spullen pakken en dan ga ik nu naar Poetsa direct toe. Oh, we staan nu in de trein, want dat is het enige zak die gaat. Ik ben nu bij Poets. Ik ga even Poets inladen en dan gaan we naar Renkam. We zijn iets later, maar maakt op zich niet heel erg veel uit. Want ik heb toch zo straks schema. Ik heb alles een half uur later gepland, dus het moet lukken, hoop ik. Oeh, het is koud. Niet dat jullie heel veel zien. Maar ik ben nu bij Win in de Wei. Ik zie bijna niks. Die paarden denken volgens mij, wat de fuck doe je zo vroeg in de wei? Maar ja, ik had verwacht dat Win het een beetje ochtendhumeur zou hebben. Maar dat hebben ze echt allebei totaal niet. Al die paarden zijn echt vet vrolijk. Win het ook, Dandy. Dat is alleen maar beter. Win is wel een beetje chagrijnig dat het zo vroeg is. Want Dandy die staat nog de hele tijd bij het hek. Gaat hij nu precies achter me lopen, de draak. En Winnetou wil het heet hij naar Dandy toe en Dandy naar Win. Dus, naar Winnetou! Poetsjes daar! Oh, dat moet wel doorlopen. Oké, ik ben op stal. Ik weet alleen niet of mijn vader Poetsel heeft de trein eruit heeft gehaald. Volgens mij niet. Nee, Poetsjes nog niet. Even op Poets wachten. Kom maar vast, Win. Rustig. We hebben even met Win naar de trailer gelopen, want ze gingen naar elkaar hier nikken. Oh, maatjes! Ah. Goed zo. Ik heb Win en Boets even op de poetsplaats. Boets zie je niet echt. Win, hou je op. Hé, niet doen. Hier staat Boets. Ga ze even vlechten maken. Zo, Win toe klaar. Erin. Goed zo, Win. Amlo. Yes, we zijn er. Alle. Nou, we zijn er. We gaan ons nu even melden. Nou, dit is de losrij al. Nou, we hebben even bandjes gehaald bij het secretariaat. En we gaan nu weer even naar Win toe en Boets toe. Win en Boets uit de trailer. Daar is Boets. We wachten in. Goed zo. Ja, knap. Hoes. Met de drukte zijn ze toch wel erg braaf. Ja, hè? Goed zo, jongen. Pas op bij Win auto's. Dus moet baasje weer dokken. Is boot. Ja.
applaus. En wilt u meer weten over die vrijheidsdressuur, zult u hier de komende dagen nog vaker zien. En ze zal u zeker graag achter op het voortrein nog te woord staan. En meen dus, ik ben een klein erewondje aan, hoor. Geef jou een applaus mee, dames en heren. Nou, ik heb net een show gehad, ging supergoed. Winnetour deed lekker mee, was lekker enthousiast. Boets deed ook nog goed zijn best. Win! Dus, ja, goed zo. We staan nu lekker in het zonnetje van andere paardjes. Goed zo. Nou, we zijn nu binnen, we gaan even een rondje lopen. Dat is gezellig. De kraampjes kijken. Nee, voor euro. Als ik op de rond, die zijn ook mooi. Oh, die vind ik echt zo mooi. Maar zo te doen. We zijn Winter even aan het klaarmaken. Showtuig om. Boet staat even, want die heeft een klein ongelukje gehad. Die zat vast in een touw, dus die gevallen. Dus die moet even lopen en we gaan nu weer even verder klaarmaken. Nou, ik heb de show gehad en het ging echt super goed. Alles is gefilmd, maar dat laat ik in een ander filmpje zien op YouTube. Oh, ik ben zo trots. Winter deed het echt zo goed. Eigenlijk ben ik helemaal sprakeloos. Boets deed het ook echt super. Dus ik ga me even omkleden. En dan ga ik Winter even afzadelen en Boets. En dan loop ik nog even rondje, want ik heb heel graag vosten gekocht. En dan gaan we naar huis. Zo, we zijn weer thuis met de paarden. Winter staat even te grazen. En Boets loopt daar achter. Dan gaan we nu even de deken omdoen en dan loopt Boets even mee naar de weide van Jen. Nou, we hebben Winnetou net naar de wei gebracht. Boets liep even gezellig mee. Nu gaan we Boets zo weer naar huis brengen, naar Diego. Nou, Winnetou staat inmiddels ook weer in de wei. Ik heb Boets nog even op stal, kan heel even wat eten. Mijn vader is nog even wat dingen aan het opruimen. Ik moet ook nog even wat dingen opruimen. En dan gaan we Boets zo naar Diego toe brengen. Gewoon lekker weer naar wei. Het filmpje van mijn show die ga ik even apart uploaden op mijn YouTube kanaal. Dus als je dat leuk vindt, hou mijn YouTube kanaal zeker in de gaten. Goed. Goed zo, jongen. Goed zo. Boets heeft Toos gemist. Nou, Boets staat ook weer lekker in de wei bij Toos en Diego. Ik heb nog wel even een vliesteken ondergaan, want hij had vanochtend best wel een beetje frisjes. Adiek! Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Willen jullie nou meer van dit soort vlogs? Laat het dan even weten, dan ga ik dat zeker doen. Tot in het volgende filmpje. Doei!